Even kijken. Oh, dat is ook een buurvrouwtje. Zie je nou hoe we allemaal zijn? Je voelt dat het aardig is met elkaar. Ik ben super gelukkig. Ik wil nergens anders meer wonen. Welkom in Lamedi. ERA Contour bestaat dit jaar 60 jaar, dus het is een verjaardagsfeestje. En om dat te vieren gaan we terug naar alle buurten waar we super trots op zijn. En dat is natuurlijk ook Lamedi. We komen nu door de poort van Lamedi op het Centrale Plein. En wat voor mij altijd heel bijzonder is om te vertellen over Lamedi is eigenlijk gewoon hoe het ontstaan is. Dus het is eigenlijk ontstaan vanuit de gedachte van Hassane Idrissi om de multiculturaliteit van Rotterdam op een positieve manier te laten zien. Dat is begonnen met een fontein op het Noordplein. Prachtig ding. En uiteindelijk is dat hier, is dat samengekomen in deze buurt hier, Lamedi. Wij waren hier al aan het werk vanuit ERA Contour met Havensteden om dit tot een mooie plek te maken. En Woonbron en Hassani hadden eigenlijk contact gekregen via de gemeente Rotterdam. Toen uiteindelijk is het allemaal bij elkaar gekomen en hebben we Lamedi bedacht met elkaar. Dat hebben we niet alleen zelf gedaan als professionals, maar juist ook met de toekomstige bewoners. Dus we zijn hier voor het eerst samen met een smart agent aan de slag gegaan met leefstijlen, met klantenpanels en dat eigenlijk vertalen naar essenties. De essenties hier zijn de ommuurde stad. Dus eigenlijk is het een wijkje met een muur eromheen, met poorten daarin. Poorten en toegangsplekken zeg maar, zijn ook een essentie. Dit centrale plein is een essentie met het waterelement erop. De kleuren en het materiaalgebruik is heel belangrijk hier. De vierde essentie is dat en de vijfde essentie, ook heel leuk, is eigenlijk dat we gedacht hebben van het moet ook kunnen groeien. Zoals dat in mediterrane landen ook vaak te zien is, dan staan de stekeinderen nog uit. Nou ja, dat mag hier niet, maar je kan natuurlijk wel een verdieping erop bouwen als je gezin wat groter wordt. En ik denk dat het ook super leuk is dat we dat samen met de uiteindelijke bewoners gedaan hebben, want die zijn er ook super trots op. Nou ja, en het zonnetje gaat schijnen, dat is heel mooi, want Lamedi is wonen waar de zon altijd schijnt. Omdat we hier voor het eerst met die leefstijlen en die plantenpanels en die essenties gewerkt hebben, dat ook hebben samengevat in een kwalitatief programma van eisen, wat we eigenlijk nu altijd doen. Maar dit was dus 20 jaar geleden. En het leuke is wel dat we natuurlijk ook architecten moesten daar heel erg aan wennen. En we hebben hier wel architecten gevonden die dat juist heel tof vonden. Jeroen Geurst van Geurst en Schultze heeft eigenlijk het grote stedenbouwkundige plan gemaakt in alle woningen. En hij heeft daar zelf gevraagd aan ons toe van, joh, ik zou het wel leuk vinden om nog een tweede architect erbij te hebben. Ook om die diversiteit nog groter te maken. Dus die essentie van kleuren en materiaalgebruik, om die ook echt heel goed te benutten. En we hebben toen Korteknieën Stoelmacher er ook bij gehad. En nou, we liepen net door het straatje en daar zag je de witte woning. En die witte woning met de uitbouw, die is echt van Korteknieën Stoelmacher. Ik denk dat dat ook wel heel erg de diversiteit heeft bevorderd. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van Lamedi, waar we natuurlijk met hoofd en hart aan hebben gewerkt. Maar blijf vooral kijken, want dit is niet het laatste filmpje wat gemaakt wordt in het kader van 60 jaar ERA Contour. Volgende maand is er weer een filmpje, dus houd het in de gaten.